hier nog eens de opstellingen met bij Westerlo. Reynolds die terugkomt op de rechtsachter. Daar komt die bal van de Nederlander. Van Aken kopt. En daar is de eerste echte mogelijkheid. Skovolsen. Matta. Van Aken. Rits. Dat is niet makkelijk, maar hij doet het nog goed. Een schot. Top, ja. Verrassend nog getrapt. Geen buitenspel. Goed de infiltratie. En de Mil, een van zijn stokpaardjes, is die defensieve lijn, de laatste lijn, laten opschuiven. Balverlies Westerlo. Hier is Noah Lang. Noah Lang naar binnen. Nog altijd Lang. En de redding van Bolat. En dan... Nee, niet de goal. Nee, niet de goal. Jutgla krijgt hem ook niet binnen. Maar Club Brugge, openingsgoal hier in het Kuipje. Ja, balverlies van Eno. Slechte controle. Dan Lang er onmiddellijk bij. En dan tussen twee mensen doorgaan. Toch nog kunnen trappen. Bolat met de voeten. Bolat... Ja, kansen komen nu wel. Voorlopig nog geen doelpunten. De hoekschop. Onyedika, trappen. Oh, goed gedaan. Doet een beetje denken aan zijn poging van vorige week tegen Serrain. Toen staalhard tegen de paal. Nu in de korte hoek. Maar dat illustreert dat ze daar goed in zijn. En zo maken ze nog een kans op het behoud. Skovolsen met links. En dan is er aan de tweede paal. Geen goal uiteindelijk. Oh la la, dat scheelde weer weinig. Ja, Spileers. Ja, en dan hier de vrije trap. Spileers. Helemaal achteraan. Een beetje verrast dat die bal nog... Ja, probeerde zich vrij te maken, maar opnieuw Onyedika. En nu is het 3-3. Als het snel gaat. Noah Lang heeft voor zich Neustetter. Ja, wat doet de Nederlander? Lang gaat het zelf doen. Noah Lang, de save van Bolat. En dan valt hij naast. Ja, hoe lang kan het hier nog 0-0 blijven? Counter hebben ze nog niet zo heel vaak gedaan. Want veel de bal gehad. En uiteindelijk uithaal. Quiz vraagt Frankie, waar speelt Vasquez nu? Goh, dat weet ik niet. Hij voetbalt nog altijd. Nou ja. Toronto terug. Oh, okay. In de MLS. En Van Aken, ja, goede trap. In de handen van Bolat. Op een hoekschop tegen in de eerste zone. Daar is Club Brugge weer met Noah Lang. En nog net de tussenkomst van Tagir. Maar daar is nu wel de goal, of niet? Is die bal over de lijn? Ja, ja. Het doelpunt is van Ferran Jutgla. Club Brugge, hier gaan we nog eens bekijken. Ze sneden er makkelijk door. Ja, in tweetje Lange Van Aken. Dan leek de aanval afgestopt. Ja, is toch... moeten we dit toch nog eens opnieuw bekijken. Ja. Dat durf ik toch niet zeggen dat die bal over de doellijn is. Nou ja, dat is een twijfelgeval. Maar dat hij er volledig over is, Nicola. Hij keurt hem uiteindelijk toch af, de VAR. Dit kan ik snappen. Dit lijkt correct te zijn. Club Brugge nog een keer. Noah Lang. Reynolds kan hem niet afstoppen. Geeft hem goed naar de buitenkant. Meijer wil trappen. Oh, penalty, hè? Ja, de vraag is inderdaad. Heeft Dont dat gezien? De Mil die springt bijna. En dan is dat ook vaak voldoende voor een strafschop. Nou, we gaan dat hier zien. Hè. Balverlies bij Reynolds. Dan meters maken bij Lang. Uiteindelijk naar buiten spelen. Voorzet Meijer. Westerlo speelt na 0-0 gelijk op het veld van Anderlecht. Ook 0-0 thuis tegen Club Brugge. Zij hebben... Nog geen zekerheid Westerlo over die top 8, maar het ziet er wel goed uit voor Club Brugge.